Kijk, een kind wat op deze manier door de schoolperiodes heen komt, of dat waar in dit, bij, voor wie dit plaatsvindt, zo'n voorbereiding, zo'n lange periode van voorbereiding van zo'n musical. En al die ingrediënten die erin zitten, hè, dus dat dansen, muziek en toneelspelen. Uitdagend. Het is nieuw en het kost moeite. En dat laatste vooral, dat die kinderen echt moeite moeten doen. En dat doen ze natuurlijk, omdat je beter wil. Je wil straks natuurlijk voor jouw pa, ma, opa en oma, wil je natuurlijk echt vlammen. Hè, dat moeite doen, daar word je enorm voor beloond. In het brein. En daar zijn heel veel mooie studies naar gedaan en ook heel leesbaar overigens. En dat gaat over het opbouwen van cognitieve reserve. En dat betekent dat als zo'n kind, juist in die hele groeifase, loopt over door tot 30 levensjaar, als je dus steeds die uitdaging hebt, zoals nu met zo'n musical, dan komen er meer contactpunten, meer synapsen, het brein wordt complexer. En die complexiteit, die heeft direct te maken met die cognitieve reserve. En dat betekent dus dat het brein naarmate het meer complexiteit krijgt, en dat kind wordt ouder, en u weet, onze kinderen nu, die kinderen die nu jong zijn, die gaan echt oud worden. Dan zijn ze later, als ze hoge reserve hebben opgebouwd, dan zijn ze later langer beschermd tegen ouderdomsziekten. Dat is echt heel mooi. Alleen het is natuurlijk wel een investering op termijn. Hè, dus het is niet meteen morgen. Maar dat u werkt eraan als docent aan die opbouw van die cognitieve reserve. Dus ja, nou weet ik wel, u heeft gewoon een beroep wat helemaal top is. Maar dat u dat er nog eens inbrengt, dat idee voor u. U werkt dus in feite aan een hele gezonde oude dag van de kinderen nu. Wie wil dat nou niet?